Een goedemiddag, Luc. Hoi. Goedemiddag, Roger. Oud-leden van Scavenger. Ja. U bent volledig gestopt? Ik ben volledig gestopt nu, ja. U bent volledig gestopt? Of u hebt nog een groep? Ik heb nog een groep gespeeld bij Maribou. Bij Maribou. We hebben elkaar nog gezien bij Moby Dick. Ja. Op de Dam. Nu, vertel eens, hoe ben je er op het idee gekomen om met Scavenger een soort melodieuze speed metal te brengen? Hoort dat niet graag, speed metal? Maar... Nee, niet echt. Wel, we zijn begonnen in, dan moet ik even terug gaan in de tijd, in 1984. En in het begin waren we Deep Throat. En we gingen met Deep Throat, hadden we een aantal heel goede nummers. En we gingen die maken en we hebben een demo gemaakt. En we gingen daarmee naar de platenfirma en we dachten van, we zullen zien of dat lukt of niet. En we kwamen bij Mausoleum terecht en dat was Mausoleum, is eigenlijk het label, het heavy metal label in de jaren 80. Dus wij kwamen daar en ze zeggen, oké, dat is goed. Hè? Heeft potentie. Heeft potentie, vooral omdat, zij hadden heel veel groepen onder contract, maar allemaal in de mainstream metal. En wij zaten ergens in de melodieuze metal. En ze zeiden van, we willen jullie, vooral voor de Amerikaanse markt, omdat dat iets melodieuzer is, en we willen jullie daar promoten. En wij dachten, oh, dat is oké. Dus wij tekenden een contract voor 3 LP's, denk ik. Hè? 4 jaar en 3 LP's. Ja. 4 jaar en 3 LP's. En vielen de contractcijfers mee? Ik bedoel, nee, niet echt. Wel een budget. Dus, nee. Dus we krijgen eigenlijk een heel ruim budget. We hebben 2 maanden in de studio gezeten. In Harry's studio in Haastenberg. En in Brussel. En dan hebben we nog een week gemixt in Chivas in Brussel. Waar dat toen toch een van de betere studio's was. Ja. Vergelijkbaar met... met de studio's van in Anderlicht. Ja. Dit toen, studio. Ja, maar Chivas was toen wel beter. Echt om te komen. En dan hebben we daar gemixt en dus die LP opgenomen en het plaatfilm was heel aangenaam verrast. En ze brengen die uit wereldwijd. En wij dachten van, wauw, dat is oké, dat is goed. En na een maand denk ik zoiets, kwam hij eens horen hoe dat staat met de verkoopcijfers en wat dat er aan de hand is. En wat bleek, Mausoleum is failliet. Oei. En geen spoor van die mannen te bekennen. Ja, je kunt hier nog uw LP's komen halen die we hebben gedrukt en die staan hier in kartonnen doos. Dus wij naar Mausoleum, was niemand niet te bekennen. Ja. We mochten dan al die dozen meepakken met platen, met een paar honderd platen. 300 LP's waren er nog over. De rest was verkocht. En de rest was verkocht. Ja, de rest was verkocht. Wereldwijd. Dus wij dachten van, het zal dan toch wel iets doen. Nee. Go. En, maar daar stonden we dan met onze LP's. Hè. We dachten van, nee. Moet je zelf moeten verkopen? Wel, er was geen sponsoring meer, er was geen geld meer om te toren, er was niks niet meer. We hadden geen manager niet meer, geen backup meer, niks niet meer. Dat viel er niet allemaal weg. Dus al die plannen vielen weg. Dus wij dachten van, ja, maar nu. Hè. En dan zijn we natuurlijk bij hier gekomen en gedacht van, hoe gaan we dit oplossen? En dan hebben we gedacht, we doen een aantal optredens. En degene die een ticket koopt, die krijgt een LP gratis. Daarmee hebben we toch tenminste van die LP's afgerond. En dat hebben we dan ook gedaan. We hebben een aantal optredens gedaan, een paar toertjes gedaan. Al die LP's waren weg. Maar dan stopte het. Hè. Er was geen zuurstof niet meer. Niemand had nog echt zin om terug van beneden af te beginnen. Dus we hebben dat gewoon een stop gezet. En ze hebben gesplit. En dat was het van Scavenger in 1985. En dan zijn we teruggestapt in? Nee, dus we hebben er niks meer van gehoord. Iedereen is zo wat zijn eigen weg gegaan. Dat is een 92. En dan ineens hebben ze die terug uitgebracht zonder dat we dat wisten. Vanuit Duitsland. Vanuit Duitsland op CD onder Classics. Dus heel de catalog van Mausoleum gingen ze terug uitbrengen onder Classics. En, maar wij wisten dat niet. We zijn dat ook nog via te weten gekomen en eerst ligt daar een CD van Scavenger Battlefield. Oké, ja. Natuurlijk met de digitale
Edge gaat dat wereldwijd, dat gaat viraal, dat gaat via alle sociale media. Van Zuid-Amerika tot in Moskou, maar wij wisten dat niet. Wij hebben dat nooit geweten. Niemand heeft ons ook gezegd van, mannen, ik doe het gewoon. Niks. Dus iedereen was zijn eigen weg. Ik speel in groepen in Hellfire onder andere, in Dakota, in het Waasland. En jij hebt ook nog in een aantal groepen gespeeld, denk je? Ja, met Moskou dan. Boven gekomen, ja. Met een aantal nieuwe leden, want jij bent volledig gestopt qua drummer. Ja. Terwijl ik toch vind dat jij uitstraling hebt. Denk je? Ja, de begin generiek van je optreden is toch wel te prachtig. Van achter zit. Nee, wij zijn ook een deel van de show. Ja, dat gebeurt vaak dat de drummer in een hoekje wordt gezet. En, voilà. Ja. En ik heb altijd geweigerd om dat te doen. Dus ik heb altijd zo wat de naap uitgangen. En zelfs in de jaren 80, toen ik nog heel jong en dynamisch was. Dat kostte me gauw zijn drumstel. Dat sprong ook uit mijn drumstel. Want ik had dat gezien van een Amerikaanse drum. Ik denk, ik ga dat ook eens proberen. En dat lukte. En ik sprong altijd over mijn drumstel, zo op het einde van de set. En dat was altijd wel een heel groot succes. Ja. Nu, wie componeerde de nummers eigenlijk? Jan en Mark. Jan de teksten. En Mark deed gewoonlijk een betrokken deel van de muziek. Hè? Ja, de muziek. Want u was bassist, hè? Ja. Roger? Ja. Voor alle duidelijkheid? Ja. De gitarist? Ja, een looie gitarist, ja. Wij zijn looie gebouwd. Vandaar dat buisje, hè. Maar nu, goed, Scavenger is terug op poten gezet, nu recentelijk. Ze zijn bezig terug van het verleden jaar, dacht ik. Nee, we zijn eigenlijk 5 jaar geleden begonnen. Ja. En dat we toen een telefoon kregen van kijk eens op YouTube en die cd die gaat overal viraal en wij weten van niks, hoe komt dat? En wij kregen toen de vraag vanuit Zuid-Amerika of van Moskou van toeren jullie nog? Want we willen jullie wel graag in ons festival, want jullie zijn net dat niche dat we nodig hebben, ja. De melodieuze heavy metal. Omdat tegenwoordig alles mainstream metal is, alles trekt op elkaar, hoe gecompliceerder hoe beter. Tot overdreven en na 3-4 bands zeggen de meeste mensen ik heb het gehad. Ja. En daarmee wouden ze ons als Scavenger van die melodieuze heavy metal willen we er terug in. Zo gezegd als Breakpoint. Inderdaad. Ja. Nu, dat was heel moeilijk om de groep terug samen te stellen, want iedereen was zijn eigen weg gegaan. Dat was echt niet mogelijk. En we hebben toen rondgebeld en dan ja, afstanden en dit en dat. En dan zijn we audities beginnen doen. En dan was het heel moeilijk om de juiste muzikanten te vinden die eigenlijk de feel hadden van de jaren 80 met de saus van 2020. Je kunt niet meer doen nu puur wat je in 85 deed, maar omgedraaid. Het moet nog straffer eigenlijk. Ja, het moet eigenlijk een combinatie zijn van de twee en dat is heel moeilijk. Ja. En dat was de meeste van onze generatie die spelen in bluesgroepjes of in rockgroepjes en niet te veel van lijmen, niet te veel materiaal. En ik was altijd iemand die zei van hoe meer, hoe beter. Ja, dat heb je gezien. Hè. Voilà. Bij mij hadden we een radio nodig. Hè. Ik had een radio nodig. Ja, fantastische gast trouwens. En ja, dat ging allemaal heel goed. Maar we vonden toch niet de juiste zanger. Omdat de Jan en Taat had een klok van de stem. Dat was een fantastische. En dat is nu een zangeres geworden. En dan hebben we gezegd op een zeker moment, laat ons eens gewoon een zangeres proberen. En tegenwoordig in de symfonische metal zijn allemaal zangeressen. En nu is de naam van de zangeres? Tine. Tine. Die Tine Lucifer. Komt natuurlijk van Aalst, dacht ik. Die komt van Aalst. Maar die heeft. Die is wel heel catchy om podium aandacht te trekken. Hè? Ja, dus we kozen natuurlijk ook voor iemand die de looks had. Ja. En die ook de voice had. Ja. Maar zij komt eigenlijk uit het rockcircuit, niet noodzakelijk het heavy metal circuit. Dus dat was voor haar een uitdaging om te zeggen van ik ga die doen. En we zijn dan samengekomen, de juiste muzikanten gevonden. Maar die waren wel 35 jaar jonger dan de Mark en ik. Dus die generatie was gigantisch. Plus dat die muzikanten een eigen repetitielokaal hadden in Anderlecht. En wij kwamen van het start van Antwerpen. Dus dat was ver in de berging. Ja, je kunt wel zeggen, de
youth meets the older generation. Exactly, exactly. En dat was eigenlijk heel spannend. Dat is toch een perfecte mix dan? Ja, niet zo simpel. Niet zo simpel, want je hebt ook een heel ander idee van hoe de muziek in elkaar zit. Wij hadden veel ervaring op het gebied van toeren, van optredens doen, van organisatie, van ook met een rode die eigenlijk semi-prof is. Die wist heel goed hoe dat marcheert in de wereld, in de rockwereld. Dus zij stonden aan het begin eigenlijk van hoe gaan we dit doen? Hoe gaan wij de erfenis van Scavenger overnemen? Maar ze hebben dat eigenlijk briljant gedaan. Ja. Nu, Mark is ondertussen, heeft de groep moeten verlaten voor persoonlijke en gezondheidsredenen, omdat het toerschema en de repetities te zwaar werden. Heel intens en zwaar weer. We moesten altijd van Antwerpen naar Brussel in de spits. Dus je zit 2-3 uur onderweg, heen en terug. Dat was eigenlijk echt niet meer te doen. Daar gezegd, ik ga het voor bekijken. Maar ik ben gebleven. Ik dacht van, ik kon dit doen. En dan nog aan de muzikanten binnengebracht. En dan op een zeker moment hebben we een try-out gedaan in Genk. Waar dat een groot succes was. En van daaruit is dan de historie. Dan zijn we beginnen op toeren. Want als ik hier ons interview van, ja, wat was 2018 of 2019? 19. Nog herinner, jullie hebben zelfs in Japan gescoord. Blijkbaar, ja. Maar uitgenodigd worden in Japan en dan komen spelen voor een paar duizend euro, dat gaat niet. We hebben ook vanuit Brazilië bijvoorbeeld, komt naar hier, ja. Wat betaalt hij? Een paar duizend euro per persoon? Nee, voor de groep. Ik bedoel, dat gaat gewoon niet. Zeg, maar ondertussen hebben we toch een heavy metal. Ja, love it. Heavy metal thunder. Nu, kan ik u niet overtuigen om ooit terug te drummen? Nee. Binder dan naar. Overtuigd? En dan, ja.